Nederland is een prachtig land, maar ons klimaat verandert. Steeds vaker hebben we met extreem weer te maken, zoals hevige regenbuien, overstromingen, maar ook droogte en hitte, zoals de afgelopen zomer in Nederland. Daar hebben we allemaal last van. Als dit zo doorzet, wat zou jij dan willen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering? De natuur. Zoveel mogelijk groen. De bomen en het groen en de akkers vind ik heel belangrijk dat het blijft bestaan. We kappen alles. Ik denk dat we daar ook wel echt meer bescherming voor moeten hebben. Het is toch belangrijk, hè? De bomen zitten zuurstof en als we die allemaal weghalen, dan kost het ons uiteindelijk ook iets. En de dieren, de bijen. Ja, dat is toch wel erg belangrijk voor de verdere voedselkring. Ik kom uit Friesland. Ik kan eigenlijk nooit meer schaatsen, lijkt wel. Ik wil heel graag die Afstedentocht weer eens een keertje zien natuurlijk. Want ik was 7 toen die voor het laatst verreden werd. Ik zou uiteraard mijn familie willen beschermen. Dat is mijn gezin natuurlijk, dat staat bovenaan. Nou, als ik naar het buitenland ga of zij gaan naar het buitenland, maak ik me altijd wel een beetje zorgen van, oh, als het maar goed gaat. Ja, in principe de hele wereld. De hele wereld moet beschermd worden. Arme landen waar nu die overstromingen zijn en allerlei rampen zich voltrekken. Ja. Die mensen hebben de middelen vaak niet om dat te doen. Dus dan vind ik dat de landen die economisch wat sterker zijn, gewoon daar hun steentje bij moeten dragen. Als je de beelden op de Bahama's ziet, dan zou ik graag de kennis willen overgeven aan de mensen. Dat ze ook eventuele dijken kunnen verhogen om het te kunnen voorkomen. Je hoort ook verhalen over dat heel Jakarta aan het wegzakken is. Of dat de droogte in Afrika zo groot wordt. Die kunnen zich helemaal niet wapenen. Dus dat, ik zou eigenlijk veel meer hun bestaanszekerheid willen behouden. Nog dan onze Elfstedentocht. En ook jouw mening willen we weten. Wat vind jij belangrijk om te behouden?